jongens en meisjes, het is weer tijd voor tijd en vandaag gaan we weer een vlog maken. We zijn nu nog thuis en we gaan zo op pad, maar eerst wil ik jullie even de huisdieren laten zien. Hallo. Ja, hallo. Dat is Bloempot en waar is Barry? Oh nee, ze hebben nieuwe namen. Beavis en Butthead. Wauw. Nou, ik laat ze wel een keertje zien als ze wat actiever zijn. Nu liggen ze te slapen. Jongens, we zijn nu onderweg naar een hotel. Ja, een hotel. We zijn aangekomen. Ik heb er zin in. Jongens, kijk dan. Nee. Wauw, gemaakt van touw. Heet dat rijmt. Wauw, ik zag het staan en ik dacht, leuk toch? Jee. Jee. Muurschildering. Kijk jongens, kijk. Wauw. Dit ding hier hangt gewoon aan het plafond. Vet. Jongens, daar gaan wij zo meteen op. Jee. Even later staan we boven. Daar stonden we net. En nu staan we hier. Leuk hè? Wauw. Jongens, ik barst van de honger, dus we zitten nu bij een tentje genaamd Bagels & Juice. En ik heb er super veel zin in. Ik laat jullie weten als het eten er is. Oké, doei. Hey jongens, sorry dat ik net het eten niet heb kunnen filmen. Ik had zoveel honger, echt was niet normaal. Maar ik had gewoon een tosti, dus het was niet heel bijzonder. Maar kijk eens, we staan hier nu in een winkel en kijk eens wat ik zie. Dan zou je denken, ja, natuurlijk gewoon een voetbaltafel. Maar kijk, deze is dus helemaal van metaal gemaakt. En dit zijn klemmen, volgens mij. En ja, je kunt hier dus gewoon normaal mee spelen. Maar ik dacht misschien kosten dingen €300. Nee. Scherp stellen. €10.000. Jemig. Voor dit ding. Nou, ik kijk liever even door. En ik zie hier een bank van een soort van buizen. Ik vind hem best wel gaaf. Maar alles is hier wel echt heel erg duur. Dus ik heb toch liever een zachte bank. I'm the king of the world! Wauw, lekker hoog staan we hier. En dan gaan we wel weer naar beneden. Ook een tennistafel. En die kost... €13.000. Dus ik hou het liever bij een normale. Jongens, dit is dus een soort van kast. Je kunt hem... Nou, ik kan hem even niet openen, maar deze is misschien wel het duurste wat ik vandaag gezien heb. Ja, €19.000. Ik laat het liever bij mijn eigen kast. Allemaal maskers. Ik denk voor carnaval, maar ze zijn wel €200 per stuk. Nou, mensen die dit hebben gemaakt houden wel heel erg van kleurrijk. Wauw, maar. Wow, dit... Oh, even scherp stellen. Kijk, dus heel erg, dit kun je gewoon... Ik dacht eerst dat het stenen waren. Maar zelfs dit is gewoon heel erg zacht. En daar nog meer kunst. Met allemaal merken. Ik zie Jumbo, ik zie Hema. Ik zie Intertoys. Allemaal gemaakt van tasjes. Van die merken. Ja, gaaf. Dus dit is ook gaaf. Kijk, nu lijkt het gewoon normaal. Maar als je dan wat meer naar de zijkant loopt... en dan wegloopt, dan verdwijnt het. En dan loop je weer terug. Wauw. En kijk, hier is ook nog een geheime gang. Als je hier doorheen gaat, dan kom je hier weer uit. En als je dan hier naartoe loopt, dan heb je hier ook weer heel erg veel kunst. Prachtig. De toiletten zijn hier cool. Dit is de meisjeswc. En dit is de jongetjeswc. Ik denk wel dat je ziet... waaraan. Ja, en kijk dan ook eens van binnen. Kijk. Ja, heel vet. Vind ik dan. En de kraan spuit ook super hoog. Ja, vet. Jongens en meisjes, en dat was alweer de vlog voor vandaag. Morgen komt er weer een nieuwe vlog online, dus dan zie ik jullie morgen. Abonneer voor meer en adios.